Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. Ongelooflijk. Maar het vuurwerkverbod is er wederom doorheen. Ik was er al bang voor. Jullie hebben het allemaal kunnen zien een maand geleden. Met die video dat ik zei van, ja, ik zie ze het nog wel doen ook. Ik zit ondertussen ook even mijn berichten te kijken. Want alles overstroomt momenteel. Ik pakte gelijk mijn camera erbij om een update te geven. Daarnaast zullen jullie wel denken van waarom zit ik in mijn jas en zie ik er zo uit. Ik heb corona sinds dat we naar Tsjechië zijn geweest voor een trip. Dus dat is ook lekker. Ik zit dus in isolatie waardoor we dus geen video's kunnen opnemen momenteel. Maar dat doet er allemaal niet toe. Gisteren kwam er naar buiten dat vuurwerk niet verboden zou worden omdat het OMT geen advies zou geven. En bla 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 bla. Kabinet zag er ook niks in. Dus allemaal goed nieuws. Vervolgens, dezelfde avond nog, komt er ineens naar buiten dat er toch een brandbrief vanuit de burgemeesters naar de Kamer zijn gestuurd. Omdat zij toch pleiten voor een vuurwerkverbod. Toen dacht ik al bij mezelf van, het zal toch niet gebeuren dat ze daar straks gehoor aan gaan geven. Hè? Het zal toch niet gebeuren. En wat gebeurt er? Daarnet is er duidelijk afgesproken dat er toch een vuurwerkverbod is dit jaar. Terwijl er gewoon geen onderbouwing voor is. We weten het allemaal. Afgelopen maart konden we met z'n allen schaatsen. Jullie weten het wel. 40.000 mensen belanden in het ziekenhuis met botbreuken en weet ik veel wat. Tegenover het feit dat de laatste Oud en Nieuw, wat toch wel kon, waren er 385 mensen bij de spoedeisende hulp gemeld. Dus 40.000 tegenover 385. En dan een hele branche gewoon lam leggen. En ik vind het ook gewoon voelen als een nekschot voor de vuurwerkwereld. Een soort van de mensen die dan investeren in potten en weet ik veel wat. Want die investeren natuurlijk al veel eerder. Gisteren werd er naar buiten gekomen van, het gaat waarschijnlijk gewoon door. Iedereen blij. Vervolgens dacht erna, oh nee, toch niet. En dat vind ik gewoon te smerig voor woorden. Ook omdat de branche natuurlijk al heeft aangegeven, althans de branche, de vuurwerkwinkels, dat er toch geleverd gaat worden. Sinds deze week zijn bijna alle vuurwerkwinkels bevoorraad. Dus die hebben hun vuurwerk gekregen. En nu is er alsnog doorheen. Dus wat moeten ze met die voorraad doen? Dat is één ding. En ten tweede hadden we natuurlijk al een probleem. Want alles van vorig jaar natuurlijk bleef liggen in de havens en weet ik veel wat. Dus ik vraag me af hoe ze dat gaan doen. Vergeet ik nog een dingetje. Ik hoorde ook uit betrouwbare bronnen dat die steun van 40 miljoen, dat die nog niet is uitgekeerd die vorig jaar beloofd was. Dus dat moet ook nog maar gebeuren. Maar de onderbouwing voor een vuurwerkverbod is zo zwak. Ja, het ontlasten van de zorg. Oké, maar kom dan met duidelijke cijfers. Laat dan zien dat vuurwerk echt een zware druk op de zorg geeft. Maar dat kunnen ze niet. Maar daar kijken ze niet naar. Ik snap het gewoon totaal niet. Ik snap gewoon niet hoe een handjevol met burgemeesters kennelijk dit land kunnen regeren, weet je? Ik snap het gewoon niet. Ik ben gewoon echt woest. Maar ik ga jullie wel heel eerlijk zeggen, ik ben altijd heel erg realistisch. Ik was ook de eerste die helaas dit verbod ook zag aankomen. Ik heb het gezegd in video's. Mensen zeiden, ja, je moet niet zo angst zaaien, bla bla bla. Maar ik denk oprecht dat er nooit meer een normaal Oud en Nieuw zit aan te komen hier. Omdat ze nu dus voor het tweede jaar op rij doen. Ze gebruiken dus de argumenten die ze vorig jaar hebben gedaan. Namelijk, nou, kijk eens hoe weinig slachtoffers vorig jaar. We zeiden het vorig jaar al, hè. We zeiden al van, verbied het nou niet eenmalig. Want dan kan je het jaar daarna erop verwachten, de klok op vooruit gelijk zetten, dat ze dan zouden zeggen, ja, maar vorig jaar waren er bijna geen slachtoffers, dus laten we dit jaar weer doen, want ja, corona is nog niet weg. Maar ja, de branche is daar toch mee akkoord gegaan op voorwaarde dat het maar eenmalig zou zijn, en nu zie je, weer verboden. Dus ik vraag me af wat wij moeten doen met Oud en Nieuw. Gaan we naar Duitsland? Komt er een verbod in Duitsland? Vorig jaar kwam die een aantal weken nadat het hier bekend was dat er een verbod zou zijn. Dus ik ben benieuwd of er überhaupt een verbod zal zijn in Duitsland. En anders gaan we zeker die kant op, Aldi, Lidl en weet ik veel wat. Maar mocht het daar weer verboden worden, ja, dan moeten we improviseren met video's, net als vorig jaar. Gewoon een compilatie online zetten, want dat gaat zeker gebeuren. Wij laten ons daar niet van weerhouden. Maar ik ben mijn hoop en mijn geloof in de politiek en in dit land ben ik behoorlijk verloren, jongens. En dat komt echt omdat wij weten hoe het zit. We weten wat de cijfers is van vuurwerk. De laatste keer waren er dus 385 slachtoffers op de spoedeisende hulp met Oud en Nieuw. En besef dat dat inclusief
knalvuurwerk en pijlen waren. Hè? Die zijn nu dus verboden. Maar we hebben geen enkel oud en nieuw nog kunnen bewijzen dat het daardoor aanzienlijk minder druk zou zijn op de zorg. Dus gisteren was er gewoon bekend geworden dat er geen verbod zou zijn. En wat gebeurt er? Er wordt een brandbrief gestuurd. Gelijk bam, de Bruls en al die gekke burgemeesters. En ineens kan het dus wel. En ergens, en jullie weten het van mij, ik ben zeer negatief over de vuurwerkbranche. Ergens denk ik dan van hoe hard de burgemeesters gisteren gelijk een brandbrief opstelden. Waar is de vuurwerkbranche? Waar zijn jullie op het moment dat het echt 5 voor 12 is? Want ik krijg soms wel eens ook in een DM op Instagram allemaal polls waar ik op moet reageren. Of enquêtes of weet het ook alweer. Van die protesten die je moet tekenen en zo. En petities bedoel ik. Maar dat helpt allemaal niet. Wij zijn als individuen zijn wij niet degene die moeten strijden voor de belangen van vuurwerk. Daar is een branchevertegenwoordiging voor. Namelijk de BPN. En die moeten zich hard maken en niet elk jaar maar zeggen van oh, de knalvuurwerk is verboden. Maar oké, als knalvuurwerk dan verboden is, dan houden we ons siervuurwerk. Oké, weet je wat, verbied dan knalvuurwerk maar. Op korte termijn werkt dat, maar op lange termijn, je ziet het nu, gooien ze dus de argumenten die je, waarmee je vorig jaar eigenlijk jezelf in je voet schoot, ja, daar word je nu mee genaaid eigenlijk. Want ze gaan dus nu zeggen, ja, maar kijk eens naar vorig jaar. Er waren bijna geen slachtoffers op de door vuurwerk. Dus, en corona is nog niet weg. Dus laten we dit jaar weer een verbod doen. Dus, en zo ga je dat volgend jaar wederom krijgen. Want iedereen weet dat corona volgend jaar nog niet weg is. En ik denk het jaar daarna ook niet. Dus het is te triest voor woorden. We hadden een bestelling lopen van ongeveer €3100 al. Die hadden we nog gemaakt vorig jaar. Bij Vuurwerkbunker. En daar zou binnenkort een video over online komen. Bestelvideo. Nou, die komt dus niet. Of misschien wel. Moeten jullie even in de reacties laten weten of jullie hem alsnog willen. Maar goed, het vuurwerk gaan we dus niet kunnen ophalen. Maar die zouden we dus ophalen dit jaar. Naar aanleiding van dat het vorig jaar niet kon. Nou, dit jaar dus ook niet. En we moeten even kijken hoe we het gaan doen. Ik vind het echt fucked up. Ik denk ook dat de komende tijd weer zeer druk gaat worden in België. En ja, Duitsland gaat heel druk worden. Maar goed, vorig jaar kreeg ik een beetje het gevoel dat Duitsland een verbod in had gevoerd. Omdat ze signalen hadden gekregen dat heel veel Nederlanders de grens over zouden gaan. Want ze discussieerden toen ook al in Duitsland of ze niet alleen maar een vuurwerkverbod zouden doen aan de grens van Nederland. Zodat de Nederlandse vuurwerktoeristen dan niet zouden komen. Maar ja, ik hoop in ieder geval dat Duitsland niet zo gek is. Maar we gaan het afwachten. Want anders gaan wij gewoon naar Duitsland. Dan kunnen we in ieder geval onze ding nog stoken. En daar heb je natuurlijk ook P1. Dus dat wordt dan eigenlijk nog wel zwaarder vuurwerk. Je hebt daar ook gewoon pijlen nog natuurlijk. Bij de Aldi, de Lidl. Ik hoop dat Duitsland minder gek is. Dat zij niet door middel van één brandbrief even denken. Oh, weet je wat, we gaan toch verbieden. Want nu zie je eigenlijk hoe niet serieus het kabinet de vuurwerkwereld neemt. Terwijl er toch jaarlijks aan €70 miljoen in opgaat, weet je. Die arme winkels, die gewoon nu allemaal bevoorraad zijn, helemaal vol staan. Arme importeurs die gewoon dit jaar echt alles op alles hebben gezet. Weet je hoe zwaar het al is? De containers met vuurwerk, iedereen weet het inmiddels wel. Daar is dit jaar zo'n groot probleem mee, omdat die Chinezen gewoon te veel geld vragen voor een container momenteel. Ja, als je nu in de vuurwerkwereld zit qua onderneming, dan denk ik echt dat je ermee kapt. Sterker nog, ik heb al een aantal winkels gesproken die zeggen, als er dit jaar een verbod komt, dan kap ik er gewoon mee. Omdat vorig jaar kon het nog eenmalig, was ook kloten, maar nu weer. Ja, dan ga ik niet blijven ondernemen in zo'n onvertrouwen. Weet je, zo'n gare. Weet je, het kan zomaar ineens verboden worden en volgend jaar weer. En je kan niet blijven wachten, weet je, tot het een keer wel kan. En ik ben gewoon bang dat ze dit gaan doorrekken totdat heel de traditie uitgestorven is. En ik denk dat het hiermee echt klaar is, man. Dit is echt een unieke dag. Door middel van het verbod wederom denk ik echt dat het einde is van het legale afsteken. Ik ben benieuwd hoe jullie erover denken. Laat het achter in deze reacties. In ieder geval om 5 uur, goed nieuws, komt er een Polen stookvideo online. Eindelijk stoken in Polen. Dus dan kun je in ieder geval wel positiviteit zien. Laat achter in de reacties wat jullie gaan doen met Oud en Nieuw. Of dat jullie tips hebben voor ons. Wat moeten we doen?
En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.